Pieter Huistra, morgen VVV uit. Belangrijke wedstrijd? Ja, elke wedstrijd is belangrijk. Maar deze zeker, omdat ik verwacht dat VVV toch ook dit seizoen eigenlijk wel een van onze concurrenten zal worden. VVV heeft afgelopen weekend een flink pak slaag gehad bij Dordrecht. Speelt zoiets door? Nou ja, ze zullen in ieder geval fel aan de start verschijnen. Ze willen dat denk ik thuis recht zetten. Wij willen bovendien uitgraag wat punten halen. Hè. Ik vind dat we uit nog veel beter kunnen dan we tot nu toe hebben laten zien. Dus voor beide ploegen wordt het wel een belangrijke wedstrijd. Je miste op het middenveld Edwin Linzen. Die komt daar vandaan. Was dat wellicht nog een pluspuntje geweest als je die erbij had gehad? Ja, tuurlijk. Je wilt het liefst kiezen uit iedereen, uit de hele selectie. Maar ja, je zit ook altijd in zo'n seizoen met een paar blessures. Ik ben heel tevreden met de jongens die er nu staan. Want die hebben het ook in de vorige wedstrijd tegen Telstra heel erg goed gedaan. Dus daar verwacht ik ook morgen bij VVV weer een mooie wedstrijd van. We misten op de training Jerry van Ewijk. Hoe ga je dat oplossen? Ja, Jerry haalt het helaas niet. Hij heeft een flinke tik gehad op zijn wreef. Heeft toch te veel last van om het morgen te kunnen spelen. Dus Vlatko Lazic gaat die positie innemen. En die kan het eigenlijk net zo goed. Als je nou ziet, afgelopen thuiswedstrijd, het publiek ging erachter staan. Je wint met 3-0 van Telstra. Dan wordt er wat neerbuigend gedaan over het is maar Telstra. Maar stonden wel boven in die ranglijst. Heb je het gevoel dat je nog steeds stappen aan het maken bent met het team? Ja, dat heb ik zeker. Als je kijkt naar onze trainingen, als je kijkt naar de progressie in wedstrijden, dan is het ook denk ik voor iedereen die ons volgt goed te zien. Nou, we zijn nog niet tevreden, we willen nog steeds beter. We willen nog steeds meer automatisme in ons spel herkrijgen. En ja, morgen tegen VVV is natuurlijk een uitstekende tegenstander om te laten zien dat we ook dat stapje omhoog, ook in een uitwedstrijd, ook bij een goede ploeg als VVV, als we dat dan door kunnen zetten. Op de training vandaag ontbreekt nog Anko Jansen, die traint vanmiddag met de belofte. Hoe ver is hij? Ja, Anko zit natuurlijk nu in het traject dat hij weer helemaal fit moet worden, dat hij wedstrijdritme op moet doen, dat hij moet wennen aan het spelsysteem. Dus dat gaat de goede kant op. Ben jij tevreden over zijn instelling op dit moment? Ja, dat doet hij goed. Hij in ieder geval geeft bereidheid aan om weer bij de groep te horen. Dus dat moet hij zo volhouden. En ja, dan moet hij straks weer vol de concurrentie aangaan met de jongens die er nu staan.